bij Gegeten Verhalen. Maandag gaat de nieuwe Benelux metrolijn open. En daarmee is voorlopig de laatste aanvulling op het Rotterdamse metronet klaar. Reden voor ons om te kijken naar de aanleg van de eerste metrolijn. Want het is al bijna 35 jaar geleden dat Rotterdam en Nederland kennis maakten met deze manier van openbaar vervoer. Ongehoord is de stilte in een haven. Ongewoon moet de oorzaak zijn. Een vroege ochtend aan 's werelds drukste haven Rotterdam is stilgevallen. Doorvaart gestremd. Tussen drijvers hangt een stuk beton. 6 meter hoog, 10 meter breed, 90 meter lang. Het zal worden neergelaten in de Nieuwe Maas. Een nieuwe 90 meter voor een nieuwe tunnel in Rotterdam. Die metrodiscussie is eigenlijk uitgelokt, zou je kunnen zeggen, na de oorlog. Door de discussie over de vervanging van die oude Willemsbruggen die daar lagen. Er lagen twee bruggen. Eén Willemsbrug, de verkeersbrug. En er lag een spoorbrug, de oude spoorbrug. Die waren oud. Hadden ook een aantal bezwaren in het kader van het conflict dat er altijd was tussen de scheepvaart, hè, die er doorheen moest, hè, door die bruggen. Hè. Ja. Vandaar dus de Koningshaven. En het wegverkeer. En het wegverkeer dat natuurlijk toen al gigantisch groeide. Komt bij dat er op die Willemsbrug dus ook behoorlijk wat openbaar vervoer was. Ja. Om Noord en Zuid, de Noord- en Zuidoever te verbinden. En dan liepen een viertal tramlijnen over die brug. Dat was verschrikkelijk, die tram. Want dat liep vast op dat eiland. Hè? Je kwam dus de eerste Maasbrug over. En dan moesten ze, die trams, die moesten naar Zuid toe. Lijn 2, lijn 3, lijn 9, lijn 12. Dat moest allemaal, al die trams. En als nou de Koningsbrug open stond, is dat de Koningsbrug? Ja. Dan moesten we eerst eiland er rond, een straatje in. En daar moesten we allemaal op gaan stellen tot er een politieagent kwam. Dat we door konden rijden. Zeg maar tussen 54 en 657. Toen groeide de overtuiging dat de verkeersbrug, de Willemsbrug, moest worden vervangen door een tunnel. Nou, u weet zelf dat die er niet gekomen is, die tunnel. Voor het verkeer niet althans. Hè. Er is een brug gekomen, er werd een nieuwe Willemsbrug. Maar goed, dat is laat. In die tijd was men daarvan overtuigd. Er werden commissies in het leven geroepen om uit te zoeken hoe dat dan moest. Hè. Lijsten, grafieken, discussies. Begrotingen, discussies. Nota's, discussies. Discussies. De commissie Kloppert. Dat is een beroemde commissie geweest die een heel helder advies gaf. Het is het beste om een korte Willemstunnel te bouwen. Lijsten, grafieken, discussies. Die zou moeten komen, zeg maar, van het Noordereiland tot aan de oever. Hè? Op de Noordelijke Maas, op een korte tunnel. 19 januari 1959. Zwart op wit. Het resultaat van voorstudies, adviezen, discussies. Als je doordenkt, dan zeg je, ja, maar in die tunnel die er komt, moeten daar dan ook die vier tramlijnen in. Nou, die tramlijnen weer verweven met dat gewone stadsverkeer. Denk maar eens aan de verkeerspleinen die er dan liggen bij de ingangen van die tunnel. Er moeten ook trams overheen. Dat is natuurlijk geen oplossing voor de toekomst. Dat zag men ook in. Dat betekent dat er al snel een discussie kwam. Ja, dan moet dus een aparte tunnel komen voor de trams. Voor het openbaar vervoer, om Noord en Zuid te verbinden. Discussies, discussies. Bij die hele discussie heeft Plantema een hele vooraanstaande rol gespeeld. Want hij was degene die op de gedachte kwam, waarom maken we nou niet de overstap? Mei 59 valt de beslissing in de gemeenteraad. De overstap naar een metroverbinding. Waarom beginnen we niet met één stamlijn van de metro? En later denkend, en dan kunnen we dat later ook weer uitbreiden. De metro gedeeltelijk onder de stad van het Centraal Station. Via Stadhuis, Beurs, Leuvenhaven, Rijnhaven en Maashaven naar het Zuidplein. Nou ja, dat kon natuurlijk niet. Dat was, ja, we zijn geen Londen en we zijn geen Parijs, zeg. Dat denken we wel niet in Rotterdam, hè. Grootheidswaanzin. De plannen voor de metro blijken toch niet zo krankzinnig te zijn. Want door steun van onder andere burgemeester Van Walsum krijgt de dienst gemeentewerken het voor elkaar. Terwijl de plannenmakers hun ideeën verder uitwerken, gaat het werk voor de toekomstige metrobestuurders gewoon door op de tram. Van de metro hebben ze nog niet gehoord. Het enige waar ik op stond, dat was klompen. Ik had klompen gekocht. En er was iemand die had konijnen en die bracht van mij stroom mee in Spangen.
stroom in die pompen en dat stond warm. Ja, wel leuk. Ik kan me nog herinneren op een avond dat ik, oudejaarsavond. Toen kwam ik aan de Vlietlaan en ik drukte de voordeur open en er stak een man uit. Dag, jongen, ik kreeg nog een sigaartje. Hij stapt uit en zijn vrouw komt er achteraan, die begon niet in de gaten en die zat tussen die deuren in. En die begon te schreeuwen. Ik druk die deur weer open. Hij zegt, joh, houd ze maar, dan heb jij ook nog wat voor jou in jouw avond. Zo had je dat vroeger. Gewoon, heel gewoon, hè. Ik kreeg nog een extra sigaar en het was weer over. Men zag er een beetje tegenop om in de stad, dwars door de stad heen, van een centraal station naar de rivier, om daar een open bouwpunt